X-Factor zoekt groepen, meisjes, jongens en 26-plussers. Huub valt in die laatste categorie. En in het dagelijks leven is hij programmeur. Hij weet goed dat hij kan zingen. En zijn gezin ook. Ik heb meegenomen mijn vrouw en mijn oudste dochter. Ik vind het zelf niet zo heel leuk. Nee, ik vind het. Ik ben gewoon zenuwachtiger dan hij. Als het aan mij had gelegen, had hij zich niet mogen opgeven. Nee. Hij heeft met zingen mijn hart veroverd. En ik hoorde hem in een kroeg. En toen was het gebeurd. Ik was verliefd gelijk. En ik moest hem hebben. Hij zong toen het nummer van Meat Love, Anything for Love. Dus het is ook nog best een power nummer, maar ook wel heel theatraal. Maar heel, ik was gelijk om. En nu zijn we 16 jaar en 3 kinderen verder, dus dat gaat goed. Februari 2010 ben ik uit de Queen Coverband gestapt vanwege verhuisplannen. Ik heb niet zoveel in het Freddie Mercury. Hij is veel uitbundiger dan ik ben. Ik hoop dat ik in de buurt van zijn zangkwaliteiten mag komen ooit eens. De laatste 30 seconden voor een optreden ben ik toch wel heel erg gespannen. En meestal valt dat na de eerste zin of de eerste paar woorden valt dat gelukkig voor me af. Zo, Huub Peters. Goedenavond. In de categorie 36 plus. Minstens 36 plus. Ja, want je bent 37, hè? Correct. Vanwaar jouw deelname aan X-Factor? Ik zing graag voor groot publiek. Auditie in een leeg zaaltje, a cappella, dat ligt me niet. Dus vandaar mijn inschrijving voor X-Factor. Want Heineken Music Hall, dat klinkt wel heel aanlokkelijk. En daar sta ik. Ik lees hier dat jij je hand hebt verlamd, of je arm? De hele arm, ja. De hele arm. Ja. Oké, okay. Heftig. Ik heb op mijn 20ste een ongeval gehad. Ja. En dat is zeker het eerste jaar is dat heftig. Maar ja, dan ga je door en dan leer je mee leven. Ja. En ik moet zeggen, ik geniet van het leven. Ik kan eigenlijk bijna alles behalve gitaar spelen. Dat lukt echt niet met één hand. Ik heb het geprobeerd. Geen succes. Je gaat Somebody to Love doen van Queen. Dat is natuurlijk wel een uitdaging. Ja. Ga je gang. Each morning I can. I can't barely stand on my feet. Take a look in the mirror and cry. Lord, what are you doing to me? I spend all my years in believing you, but I just can't get the release. Lord, somebody, ooh, somebody. Can anybody find me? Me down, yeah. They say that I'm going crazy. They say I got a lot of water in my brain. I got no common sense. I've got nobody left to believe. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Somebody to love. Can anybody find me? Somebody to Wat doet dat met je? En nou ben je zenuwachtig. Ja. Ik vond het een hele goede auditie. Wat zo leuk is aan jouw stem, is dat die anders is dan dat ik gehoord heb in dit genre. En als je echt gaat belten, zoals we dat noemen, dan krijg je ook zo'n mooi randje op je stem. Waar ben je geweest al die tijd, jongen? Goede auditie. Dank je wel. Dit is echt zingen. Waanzinnig goed gedaan. Van begin tot eind. Iedereen houdt natuurlijk van Freddie Mercury. Maar iedereen verslikt zich erin. Want het is toch hartstikke moeilijk om te zingen. En jij deed dat toch zo ontzettend goed. Ik weet niet wat ik met je zou moeten doen als je in mijn categorie zou zitten. Maar ik vind wel dat je dik door
zou moeten zijn naar de volgende ronde. Jij bent de reden waarom we nog steeds talentenjacht organiseren. Nou ja, ik denk dat het duidelijk is, hè, jongens. Ja, vier keer heel duidelijk. Ja. Vier keer ja, Huub. Super, dankjewel. I'm gonna take this. Wat was dit goed, man? Ja, hier deed ik het om, eindelijk een musical. Ja. Volle bak en dan ja. Mijn ding kunnen doen. Je zette gewoon echt die zaal op zijn kop. Iedereen ging staan, hè? Ja, ik zag het. De mensen ook spontaan meeklopen. Gewoon is het ook. Ja. Zo te kijken. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Zijn mond viel open, echt. Ja. Helemaal te gek. Woehoehoe, ik ben door!